Dat Johan Derksen niet bijster veel weet van zijn clubpie NEC bewijst de snor regelmatig tijdens de uitzendingen van Voetbal Inside. We hebben even het een en ander voor je op een rijtje gezet. Je hebt natuurlijk ook succes gehad met jouw trainer. Er zijn allemaal mensen die denken dat de overwinning van NEC ook een beetje aan ons en met name natuurlijk aan jou motiverende teksten zijn. Ik ben al mijn hele leven supporter van NEC. In goede en slechte tijden hebben we nog nooit wat gewonnen. Maar dat is je club, daar sta je achter. NEC speelt namelijk geen enkele rol in de Nederlandse voetballen. Lekker, ja. Maar ik vind dat wij tegen een Duitse asielzoeker een beetje aardig moeten zijn. Kom op, Johan. Wij zien die man nooit trainen. Quick, loud, tempo, kwaliteit, ja! Maar je moet toch een mening over die man hebben. En dan hebben ze van die jongens met heel veel loopvermogen. En ik vergeet al eens zijn naam, die grote jongen uit Arnhem. Grot. Hou Grotje in de gaten. Ja, hou Grot ook. Maar Grot die is dan vaak geblesseerd. Dus na iedere wedstrijd moet Breinburg zijn verhaal vertellen, want de rest spreekt geen Nederlands. Ja, maar een energieke man. Altijd druk bezig met de groep. Want de rest spreek je in Nederlands. Ja, maar gewoon super gedreven. Hij wil altijd winnen. Maakt niet uit waar hij speelt. Want de rest spreek je in Nederlands. Ja, maar kom op, Johan. Eigenlijk zou Breinberg nu moeten zeggen bij zo'n interview wat ze moeten doen. Als eerste moeten ze voor mij een veel betere vervanger halen. Want hij ik is geschorst voor de volgende wedstrijd. Ja, maar kijk, ook hij bakt er helemaal niks van. Kom op, Johan. Het hele weekprogramma, alles klopt. Er wordt goed getraind bij NEC. Ja. Eigenlijk iedere speler, die keeper, die Fransman, die houdt ook helemaal niks tegen, die slapzak. Het is echt een vreselijk elftal. Kom op, Johan. Die moeten niet bij Hiballa zijn. Die moeten bij de mensen zijn die het beleid gevoerd hebben, die met het commerciële bureau al die gekke spelers gehaald hebben. Die heeft de technisch directeur bij NEC heeft deze, die de Cruijff, die heeft deze groep niet samengesteld. Maar dat is nog een erfenis uit het verleden. Hij stelt echt zijn beste spelers op. Beter heeft hij ze niet. Nee, maar Bart van Inge, daar luistert toch niemand naar. Voor de snor? Snor ook nog. Kijk, snor. Goed. Kom op, Johan. Ik ben al mijn hele leven supporter van NEC. Het is echt een vreselijk elftal.